net zware training gehad en ja, voor het EK, die begint over 2 weken. Dat telt mee voor de kwalificatie voor Olympische Spelen qua punten. Je moet bij de beste 22 van de wereldranglijst zijn. En je kan punten halen door medailles te halen op de WK, de EK, de Masters, de Grand Slams, de Grand Prix en de World Cups. Bij de WK's tellen ze het zwaarste mee qua punten, gevolgd door de Grand Slams. Daarna de Grand Prix, vervolgens de EK's en daarna de World Cups. Oh ja, we hebben zoveel toernooien, de Masters, ja. Er zijn zoveel toernooien dat voor de judoka's dat het bijna onmogelijk is om alle toernooien te doen. Je raakt dan overbelast en waardoor je dus niet in vorm raakt voor de Spelen. Dus ik kies ervoor om een paar toernooien te doen en die zo goed mogelijk te doen. En als ik dan daarbij nummer 1 sta of nummer 6, dat maakt voor mij niet zoveel uit. Voorjaar van 2012 kijk ik naar de geschoonde lijst van deelnemers per gewicht. En daar mogen de beste 22 mogen aan meedoen. Met de geschoonde lijst bedoel ik dat er maar 1 per land mee mag. Dus van de lijst worden de mensen weggehaald. Die, als bijvoorbeeld 2 keer Frankrijk staat, wordt 1 weggehaald. En ja, ik denk dat ik ergens begin 2012 op de Olympische ranking ga kijken waar ik sta. En dan me zo min mogelijk mee bezig ga. We zijn deze aanloop naar de Spelen. Ja, het gaat allemaal goed. Mijn project loopt prima. Ik ben in vorm en ik word steeds beter. Ik ga voor goud op de Spelen. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat voor ranking je hebt. En dan moet je gewoon van iedereen winnen. En dat ben ik ook van plan.